Welkom bij deze vlog. Wat een feest. Leuk dat je er bent. Oh, het is zondagochtend. 5 uur. Crazy time. Maar wij gaan zo uitvliegen naar LA. Jee. Opgestaan. Toedanoe. Mijn brand nieuw haar. Daar ben ik heel erg blij mee. Alvast voor de show. As we speak. Nog een 10 weken, 11 weken voordat we... voordat ik de wedstrijd heb in Amerika. Oh, de status hier is... Gezellig dat je er bent, vind ik leuk. De status is... Frankse tas, mijn tas. Nog een andere tas. Die voor Mini. Het is niet normaal wat we allemaal mee moeten nemen. En voor het eerst zie ik haast een beetje op tegen de vlucht. Want Frank vliegt business class. Ik vlieg economy, omdat ik later erbij ben. Het wist hebben besloten, ik ga mee. En niet gelijk. Ik wilde ook even weten hoe het ging met de voorbereidingen van de show. Nou, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus ik ga nu ook veel shooten in LA. Maar ik zit in de middenrij samen met Mini. Vlucht van 8 uur. Na eentje van 5 of 6 uur. Normaal gesproken heb ik eigenlijk altijd au pair lief mij. En Frank voor de support. Die zit nu lekker voorin of bovenin. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. En weet je, aankomen doen we. Een andere wat we even aan het doen zijn is eten opwarmen. Want we hebben allemaal ons eigen doen eten mee. En we haten het. We vinden het altijd niet heel fijn als het eten koud is. Dus die doen we nu even 2 minuutjes. Tenminste voor mij 2 minuutjes. Er even in. Dan ga ik zo de kleine wakker maken. En dan is de taxi er zo. En dan gaan we zo. Alrighty. Ik ga je gezellig meenemen in de LA trip. Waar ik mijn beste vriendinnetje weer zie. Bo, helemaal leuk. Shoot ga hebben met Lee. Frank heeft sprekersopdrachten. En ja, leuk. Gezellig. Jee, een hele goede morgen. Het is 6 uur in de ochtend. Wij hebben heel oké geslapen. Om 12:30 werd ik wakker. Toen dacht ik, oh, it's a brand new day. Dat was 's ochtends. Nederlandse tijd, 8:30. Toen dacht ik, no, wij moeten blijven liggen. En dat hebben we gedaan. En uiteindelijk werden we 5:30 werden we wakker. Lekker met mijn haar in de pan. Yummy. Zo, Cookie, het haar van Cookie mag nog even gedaan worden. We zijn al wel gedoucht en gewassen. De situatie is. Ik heb net foto's gemaakt hoe ik uit het vliegtuig ben gekomen en de nacht door ben gekomen voor Frank. Morgen heb ik natuurlijk een grote fotoshoot. Je mag hier een paar van. Mama moet nog eten koken. Wait. En een lekkere koffiekop. Een couple? Ze hebben heel chill van die echt van die gedroogde fruit zonder something. Een couple? Oké, lieverd. Zo. Lekker. We hebben gisteravond een boterham gedaan. Ik ga nu een ontbijtje maken. Wat ik wilde zeggen, lekker warrig. Dat ik foto heb gemaakt voor Frank. En ik kan niet, schatje. Nee, doe maar niet. En daarop heeft hij gezegd van oké, dit worden je maaltijden. Dus de eerste maaltijd is alleen maar eiwit en groente. Tweede maaltijd zit denk ik al wat carbs bij. En dan lopen mijn carbs iets wat op. Puur omdat ik door de vlucht wel iets wat meer vocht vasthoud dan normaal. Dus even carbs eruit en einde gaan we iets wat laden. En morgenochtend wel carbs. Dat, weet je, zonder carbs kan dit ook helemaal zo flat zijn. Alsof ik zo sta, maar dan aanspan. En dat wil je eigenlijk al een beetje, zeg maar, zo hebben. En daarvoor zijn carbs. Oh yes, that's why you need carbs. Zo, wat hebben we meegenomen uit Nederland? Hier ook, zeker te verkrijgen. Maar ik wil hierin nooit het risico hebben dat je bij spreken het niet kan krijgen. Dus deze gaat altijd mee van Nederland. Gisteren heb ik in het vliegtuig gewoon mijn eigen eten gemaakt, gehad. Dit is ook een beetje spannend. Dat dit aangaat. Ik weet niet of ik hier vuur bij moet houden. Nee, gelukkig. Soms hebben wij wel eens Airbnb's en hebben ze een elektrische kookplaat. En dan is het zo freaking moeilijk om het aan te doen. Crazy. Dus voor Mini ga ik zo meteen lekker haar oot maken. Dat ze lekker zo eet zoals in Nederland. Ook in het vliegtuig heb ik gewoon eten voor haar ook mee. Dit week ook niet af. Keukenweegschaaltjes wel zeker mee. Doen. Maar met dit bedek ik altijd gewoon lekker de bodem.
Hier, wat zit er nu nog in de wacht? Piep. Ben je lekker aan het eten, schatje? Zo lullig. We hadden iets van klei gehaald voor de. Zat er geen klei in de verpakking. Dus die moeten we vandaag wel even maken. Vooral heb ik een scheerschaar nodig. Eitjes gehaald. Wat hebben we nog meer gehaald voor in de koelkast? Misschien leuk om even mee te nemen. Ik krijg altijd de meeste vragen. Paul, wat eet je en hoe doe je dat? En like that. Gisteren waren we al best wel moe, maar het eerste wat we doen, ligt het zo fijner. Wat een verschil. Is boodschappen doen. Dat is altijd het eerste. Want we komen aan, doen, boodschappen doen, Airbnb inrichten. Frank zit overigens in een hotel, want hij had een sprekersopdracht. Heeft hij hier in de buurt. Eigenlijk zou hij alleen gaan reizen. Dus we hebben even apart geslapen. Later ben ik bijgeplukt en daarvoor hebben we de Airbnb. Dat ik lekker de ruimte heb met de kleine ook. Want hey, mijn body ging al best wel netjes, dus ik kon al gaan shooten. Ja, dus dat. Dus die is nu feedback aan het doen. Die heeft PT-opleiding, weet ik wat allemaal. Oké, wat hebben we allemaal gehaald in huis? Kaasjes voor Mini. Love it. Vind ik al fijn voor de eenmansverpakking dat ik lekker mee kan nemen. Frambozen, blauwe bessen. Yoghurtjes voor die kleine. Die kan ik misschien af en toe ook eens eten. Dit voor mijn ontbijt, dat ik gewoon één paprika bij mijn ontbijt heb. Deze vind ik altijd fijn, heb ik een beetje trek, dan pak ik gewoon zo'n kip slices, like that. Ze hebben hier altijd hele fijne kip gehad die we hebben, daar hebben we 3 pakken van gehaald. Een beetje kaas om dingen wat te verlekkeren, ook voor de kleine. Deze vind ik fijn, want we gaan een pastaatje maken vandaag, einde dag. En om lekker vullend te eten, heel veel. Sla erbij. Ik eet normaal trouwens overigens helemaal geen sla. Nu denkt iedereen, oh ja, je krijgt zo'n lichaam om sla te eten. No, eet dat. Zo, mini lekker melkjes. 3 melkjes. En vervolgens brandt al half natuurlijk mijn spinazietje aan. Die zal ik even iets lager zetten. Wat hebben we nog meer gehaald? Oats, syrup. Maar die heb ik ook meegenomen van Nederland. Want die vind ik altijd als fijner. Yay. Keukenweegschaaltje, zeker mee. Al pastaatje, lekker rijstje. En dat was het zo ongeveer. Dus groentjes, dus lekker plain eten. Alles een beetje lekker maken met ketchup. En natuurlijk hebben we denk ik ook nog wel ergens saus. Zo, dit gaat goed. Hier gaan even lekker eiwitjes bij. En dan doe ik even 1 heel ei. En voor de rest ga ik lekker eten maken voor Mini. En dat was het voor nu. En jij bent nog lekker aan het smikkelen. Wil jij ook nog wat zeggen? Of wil jij ook een egg? Oké. Moeten we jouw haartjes zo meteen even doen? Oké. Wat is het heet, schatje? Hot. Ja, goed zo. Oké. Alrighty. Ja, we gaan een ootje maken voor jou. Ja, wat wij dus altijd doen. Ik geef je gewoon tips voor als je dit ook ga doen op deze manier. Airbnb, altijd met keuken. Uiteraard, love it. Je hebt soms ook wel hotels. Maar dan hebben we hier gewoon... Ik heb vandaag asperges om ook een beetje vocht uit mijn lichaam te laten werken. En ik weet dat mijn darmen er heel goed op reageren. Dus ik heb vandaag even een aspergedag, noem ik dat. Before shoot. Weet je, het enige wat je hoeft te doen is dan de kip te maken. Die gooi je er 5 minuten in. Vervolgens gooi je de rijst er 5 minuten... Of nee, dat zal allemaal 1 minuut zijn, denk ik. Mag ik hopen. Iets korter. En dan heb je een maaltijd. Ketchup eroverheen. Gaan we die banaan. We hebben even bakjes. Een paar bakjes heb ik meegenomen. Dat ik kan voorbereiden. Dat ik ook ergens heen kan. Gewoon met mijn eten. Ik heb hier al mijn supplementen voorbereid. Mandy, Elite Sunshine. Die ook meedoet aan de retreat LA. Meegeleukt. Dus die gaat zoeten in LA. Die zei, oh joh, ik doe dat voor mijn zoon. Allemaal van die zakjes. Ik weet eigenlijk niet eens waar ze die vandaan heeft gehaald. Dus dat heb ik voor de ochtend. En voor de avond heb ik mijn supplementjes en ik heb mijn poedertjes heb ik gepakt. Hier zit de creatino in, mijn, wat is het nog meer, mijn greens, mijn glutamine en mijn elektrolyten. Ik dacht, hey, hoe handig, want dan dat scheelt heel veel kofferplek. Wat we hier ook doen, en dat wordt morgen geleverd, Icon Meals, dus dan kan je al meals samenstellen. Wat je heel graag wil hebben, dus dan hoef ik zelf niet meer te koken. Dus dan wordt het gewoon, hup, koelkast vol laden. Komt hier een doos met bevroren eten. Dus dan hoef ik zelf niet meer te koken. Dus dat vind ik heel fijn. Hey, ik zou zeggen, kind kan de best doen. Yay. Oké. Ik ga die kleine even eten geven. Mezelf eten geven. Wat feedback doen.
kledingsetjes klaarleggen voor morgen waar ik in ga shooten. Ik ga Minnie's haar even doen. En dan gaan we zo meteen lekker naar buiten. Gaan we denk ik even naar een shopping mall. Ik wil nog even verse schoenen. Hele witte nieuwe schoenen. Vind ik altijd heel mooi met shooten als het gewoon fris is. Nieuw is. Dus die ga ik even halen. En nog even wat boodschappen dingen. Wat andere dingetjes. Ik wil nog even een nieuw Noodlemon vestje. Inmiddels vestje nummer 5, 6, 8 die ik al heb. Een beetje autistisch als iets goed is, dan vind ik het goed. En als een beetje de hele felle witte eraf is, dan geef ik die vestje altijd weg. En dan haal ik zelf weer een nieuwe. Dus daar ben ik nu aan toe. So, that's the day of the day today. Alrighty, ik ga je gezellig meenemen. Jee, en een hele goede morgen. Op shootdag. Wat een feest. As we speak, Joytje zit hier met hallo. De au pair. Frank, die heeft de... deze kan er wel af. De make-up artist aan de lijn. Oké. Aan de orde is het wel. Het is altijd zo chill dat Frank dit soort dingen regelt. Die gaat hem niet ophalen. Gelijk op training van mijn hoofd ook getrokken, zie ik. Oh, yeah. Oké, ik ben even pannenkoekjes aan het eten vanochtend. Lekker ook, een stel slippers hier op de bar. Nee, anyway. Shape update gegeven. Frank zei, dat gaat heel goed. But you need carbs. Carbs, pancakes. I love it. Hij deed gisteren nog een bestelling online pannenkoeken. Toen dacht ik nog, oh, dit zijn er wel heel veel voor Joy. Misschien zit er ook wel wat voor mij tussen. I hope so. And the answer is yes. Wow. Waar ik heel benieuwd naar ben vandaag. Oké, ik ga vandaag shooten met een van de grootste, ik denk de grootste fotograaf. Ik eet wel even door, want zometeen make-up artist is er en dan kan ik niet meer eten. Vorig jaar heb ik 6 dagen met Lee geschoten. De eerste dag was heftig en de laatste dag ook. Het was echt zo. Je blikken moeten anders, je houding moet anders. Er kwam zoveel op me af de eerste dag. Modeling is a job gewoon. En daar was ik echt, nou ja, ik was niet overdonderd. Ik ben blij dat ik gewoon ben blijven staan en gewoon door gegaan. Maar ik dacht echt, waar ben ik mee bezig? What's going on? Er komt zoveel op me af. Doe dit, doe dat. Dit moet beter, dat moet beter. Hij zei ook een paar keer, be a professional, like that. En ik dacht echt, wow, wat is dit, weet je wel. Nou, het is ook weer nog even schoonmaken. En nu ga ik weer met hem shooten. Maar ik ben natuurlijk verder. En ik heb hem leren kennen. En ik weet ongeveer wat ik kan verwachten. Ik heb natuurlijk ook mijn best gedaan. En mijn ding gedaan wat ik mocht doen, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat. En of dat ik denk... Nee, hey, kan ik hem nu hebben? Kom maar door, het is oké. Hij kan ook iemand zijn en is Frank naar de wc. Oh, je is zo adorable. Dat hij half met jou aan het chansen is. Dat ik echt denk, alles leuk en aardig. Doe even normaal. Ik heb gewoon een husband. Doe even normaal. Maar goed, ik heb er zin in. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is momenteel wel echt een beetje bewolkt. Het zou blauwe lucht worden. Bewolkt is niet vaak heel erg. Soms beter, zei hij, dan volle zon. Maar we gaan het zien. Morgen shooten. Zaterdag shooten. Leuk. Fun. Ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Kleding klaar. Setjes klaar. En gaan we het hier benaderen. Het moet lekker opgemaakt worden. Ik heb mijn ideeën. Ik weet wat ik wil. Haartjes mooi in de wave. We gaan ervoor. Frank gaat zo meteen even setjes klaarleggen. Love it. Oké. En ik ben zo blij. Ik hoor die meid al helemaal vrolijk aan het kletsen en aan het doen. En daar ben ik zo happy mee. Want als ik iets lastig en ingewikkeld vind, is het wel Joy moeten loslaten voor dit soort dingen. Ik ga nog heel snel trouwens even eten maken voor Joy voor de dag. Dan krijgt ze het eten wat ik heel graag wil. Dat ze eet. Oké, dat is wat ik ga doen. Hoei! Nou, make-up zit erop. Like this. Het ziet er altijd heel heftig uit op camera, maar dit heb je nodig voor fotoshoots. Oké, we waren aan het rijden. Heel erg grappig. Toen zei Lee van, even kijken wat voor kleding je überhaupt bij je hebt. Want dan kan ik locaties vinden. En dan rijdt hij ergens en dan
is het echt zo, oh, hier gaan we net staan. Of net hier als het licht goed is. Dus daar is hij zo briljant goed in. Dus het is gewoon letterlijk in de kofferbak kijken. Ik heb gewoon een koffer vol met allemaal kleding. Van oké, wat kan matchen en wat kan leuk zijn. Dus dat gaan we nu doen. En dan, yeah. Say hello. Say hi. Hello, hi.